De metaalwerkers druppelen 's ochtends binnen. In totaal komen er zo'n 900 stakers naar de Kuip. Ja, wat ik ervan verwacht, ik hoop dat ze nou eens een keer gaan luisteren, de werkgevers. We zijn al behoorlijk lang bezig. Nou, als het zo door blijft gaan, zien we voorlopig nog niet hoor. Ik denk, want ik ga binnenkort met pensioen. Dus dan... Gaat staken met pensioen? Dat het er rond is, ja. Nou ja, wat zijn onze wensen voor het nieuwe jaar, mensen? Natuurlijk veel gezondheid en geluk, maar natuurlijk ook die CEO. De metaalwerkers willen naast een betere CAO ook een loonsverhoging. En bovendien is de vakbond bang dat de vaste medewerker verdwijnt en dat de werknemers steeds flexibeler moeten worden. Ja, dat is een tendens die we zien. Dat is geen goede tendens voor de kwaliteit ook niet in de metaal. En ik heb helemaal niks tegen flexibel werken. We moeten allemaal flexibel werken. Maar het gaat er wel om of je zekerheid hebt over je inkomen en je werk. Want wat vandaag zeker is, is morgen niet meer zeker. Maar jij hebt wel je hypotheek, je hebt wel je vaste lasten en die moeten ook afgelost worden. En die mensen hier, die willen best innoveren, die willen best mee in de moderne tijd. Maar die voelen zich nu een beetje afgedankt. Deze vuist van een metaalarbeider, die gaat door ramen en deuren. En als het moet, door muren. Actie! 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 Tijdens de bijeenkomst wordt opgeroepen aanstaande donderdag opnieuw 24 uur lang het werk neer te leggen. Geen probleem voor de aanwezige metaalwerkers. Wij met de collega's zijn we altijd dat we samen hier naartoe gaan. En dan gewoon door moeten gaan tot we wat bereikt hebben. We zijn al een tijd bezig, maar volharden. En mocht het zo zijn dat er binnenkort nog geen goede CAO ligt... Dan gaan we in heel 2016 door en dan reken ik op jullie alles steun. Actie!